Net zoals het bij het tekenen in 2D zijn er natuurlijk een aantal modifieercommando's, commando's waarmee je bestaande objecten kan gaan verplaatsen, kan gaan veranderen. Hiervoor heb ik hier een nogal gekke basisfiguur getekend. Ik laat even zien, die bestaat uit een kubus, een bol en een kegel die ik tegen elkaar heb geplaatst. Het eerste commando dat ik wil demonstreren is de 3D move, die eigenlijk perfect werkt zoals je intuïtief zou gaan denken. Ik selecteer een bepaald object, deze kegel. Ik klik rechts om een basispunt te selecteren en ik klik een tweede keer om de verplaatsing, het doelpunt, te gaan aanduiden. Heel logisch, vrij vanzelfsprekend denk ik. Naast de 3D move is er ook de 3D rotate. Heel belangrijk, hiervoor selecteer ik opnieuw hetzelfde object, deze kegel. Ik klik rechts en ik duid een rotatiebasispunt aan. Ik kies opnieuw dit punt, het punt waar de kegel vast zit aan de kubus. Dan moet ik een rotatieas gaan kiezen. En je ziet dat deze cirkels zijn aangeduid in dezelfde kleuren als deze X, Y en Z as. Dus ik kan gaan roteren rond de groene X as, de blauwe Z as of de rode Y as. Ik kies in dit geval voor de groene Y as. Ik klik die Y as aan en ik moet een rotatiehoek opgeven. Ik kan dit doen door te gaan klikken en zeggen van dit is het beginpunt van mijn rotatiehoek, dit is het eindpunt. Of ik kan dit ook doen door een getal te gaan ingeven. Even opnieuw. Dit is het basispunt. Ik draai rond de groene as en ik wil 90 graden tegenwijzerzin of met inwijzerzin draaien, dus min 90. En dan komt de kegel netjes loodrecht op de kubus te staan. Naast de 3D move en rotate is er ook de 3D scale, waarbij ik bepaalde objecten in 3D kan gaan schalen. Ik kies bijvoorbeeld dit punt als basispunt. Ik kies deze as als de basis voor mijn schaling en moet dan de gewenste schaalfactor gaan aanduiden of gaan tekenen, analoog zoals dat gebeurt in 2D. Dus ik kies voor 0,5, dan wordt mijn kubus half zo klein langs de net aangeduide as. Dus natuurlijk in volume een pak kleiner, een pak meer dan half zo klein.